op. Ik sta hier bij de coach van Blauw-Wit Wormerveer en die heeft zojuist de wedstrijd gezien tegen Jisp, een derby. En jullie winnen. Ja, het was een mooie derby van tevoren met de blauwe vuur. Je zegt het van tevoren. Ja, het was toch op de scherpste van de snede. Ja, ik vond dat ze zeer goed partij wouden. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we verdiend geworden hebben. We maakten op de juiste moment in de calls. En dat was belangrijk. En ik moet ook zeggen, de scheidsrechter, maar ook een klein beetje mazzel, want hetzelfde had, krijg je nog een penalty tegen. En dus dat verliep ook wel vrij redelijk. Maar moet ik wel zeggen, want die eerste call maken we keurig af. Dan moeten we eigenlijk al eerder die tweede call maken. Daarvoor zaken we eigenlijk in. Zij zijn er niet echt gevaarlijk geweest. Dan vlak voor rust maken we toch die tweede doelpunt wel. Dus we gaan wel goed de rust in. En in de rust hebben we besproken eigenlijk gewoon kopje bij elkaar houden. En denk aan die verdediging, moet het goed staan. Toch was het nog levensgevaarlijk, ook met Knoppert en die andere spits. Uiteindelijk is het moeilijk om hem af te stoppen. Maar uiteindelijk maken we dus die derde call. Of zij maken nog die 2-1 aan, die penalty. Dus we denken eigenlijk, want ze hadden toen 10 man, dat we het makkelijk uit kunnen spelen. En dan krijgen we toch die tegencall en de penalty tegen. En daarna bij ons een mannetje eruit. Ja, dan wordt het toch Nijmond, een beetje moeilijk. En uiteindelijk maken we die derde call dan. Ja, dat is eigenlijk wel de beslissing. Ja. Maar goed, ik had hetzelfde had ook nog een beetje uit de hand kunnen lopen, want 2 rode kaarten is ook niet niks. Maar goed, het is emotie. Maar gelukkig konden jullie het bij elkaar houden en dat jullie die 3-1 konden maken. Ja. Anders had het misschien anders uitgezien. Ja, ik moet ook wel zeggen, het waren wel rode kaarten, maar niet in de zin dat je zegt dat het echt uit de hand zou lopen. Want ik had het idee, de scheidsrechter, ik vond hem wel af en toe een jongen natuurlijk. Af en toe een klein beetje chaotisch. Dan denk ik, nou het loopt een beetje uit de hand, maar dan hield hij toch zijn kop erbij. En ik deed geen rare dingen, hij ook niet. En ik denk vandaar dat het toch een leuke wedstrijd geweest. Ook voor het zeker voor het neutraal publiek. Niet dat er nou honderden mensen stonden, maar toch. Het is, ik kan begrijpen dat die supporters van Jesp hadden iets meer gewild. Ja. Nou, gelukkig hebben zij het niet gekregen. Nee. En hadden wij gelukkig een keer de punten. Ja. Ja. Nu, hoe kijk je verder met Blauw-Wit? Kijk, de verwachtingen zijn eigenlijk in 2020, dus het plan die we gemaakt hebben. Dat we dit jaar gewoon bij het linker rijtje eindigen. En daar zijn we ook een beetje aan op zoek. De spelers hebben 22 wedstrijden. We verliezen de helft en we winnen de helft. En meer kan Blauw-Wit ook niet echt verwachten. En misschien volgend jaar maken we een extra stap. En dan komen er ook wat andere spelers bij. En kijk, Fortuna die gaat ook die zaterdag anders inrichten. We krijgen ook wat spelers van Fortuna erbij. Ook wel redelijke voetballers. Dus daar worden we sterker. We krijgen onder 19 komen jongens door.
Dus ik denk in die zin wordt onze selectie wat sterker en breder. En ik denk, dan moeten we voor de plek 1 tot en met 5 gaan eigenlijk. Niet voor de eerste plek, maar wel voor de eerste 5 plekken. En dan proberen we via de na-competitie nog een periode te pakken. Maar goed, dat zien we eigenlijk volgend jaar wel. Dus ik denk dat we redelijk op schema liggen. We krijgen nog een paar moeilijke wedstrijden. Nou, en die kun je niet verwachten dat we die zomaar winnen. En ja, dan heb je wat mindere ploeg en die moeten we eigenlijk wat pakken. Dus we moeten eigenlijk kampioen worden van de start eigenlijk. Dus als we dat zo doen... Kampioen van het rechte rijtje. Ja, kampioen van het rechte rijtje. Ik denk, als we daarin slagen, dan hebben we het gewoon goed, dit jaar goed gedaan. En het spel wat we spelen is toch leuk, want het voetbal afvallend met die spitsen. We zitten druk naar voren. Dus ja, eigenlijk is het wel leuk om naar te kijken, denk ik. En het spel is waar het kan, is wel verzorgd. Er wordt wel geroepen van al die lange ballen maar. Ja. Maar goed, aan de andere kant, jullie doen het ook over de grond. Jawel, dat vind ik wel. We trachten wel te voetballen. Kijk, en je staat ook vierde klas. Dus we zijn natuurlijk geen Ajax. Dus af en toe krijgen we ook een lange bal. Dat zie je ook bij de tegenpartij. En dat zie je ook bij de bovenste ploegen. Die spelen ook, hanteren ook de lange bal. Alleen die hebben andere kaliber spitsen staan. Nee, die hebben hoge plan gespeeld, zoals Flamingo met Gijzen en die anderen. Ja, kijk, die spelen dat anders uit. Dus kijk, maar nogmaals, we zijn hartstikke goed bezig, vind ik. Kijk, de afgelopen 2 wedstrijden misten we 4-5 mensen. En die verliezen we ook die potjes. Ook terecht, maar gewoon, we doen lang mee. Maar dan kunnen we ook het niet afmaken, omdat we net iets te kort hebben. Dus ik denk, nogmaals, ook vandaag moeten we gewoon genieten en we hebben een leuke wedstrijd. Ja, zeker. Maar dank je. Want 3-1, dat is toch in de tas. Ja, 3-1, het zit in de pocket. Dus je spreekt een gelukkige trainer. Okay. Dat is lekker. Ja, dankjewel. Danny Roos, jij hebt net blauw-wit tegen Jisp gespeeld. En, ja. Een oude rot in het vak. Maar hoe is die 3-1 op jou overgekomen? Ik denk dat de 3-1 een terechte overwinning was. Ik denk dat we de hele wedstrijd eigenlijk wel de bovenliggende partij waren. Het enige dat... is dat we niet de 2-0 maken. En dat hebben we dus zo vaker gehad. En op het moment dat we die 2-0 niet maken, dan spelen we heel erg tegen onszelf. En op een gegeven moment viel hij gelukkig wel. Dan krijgen we die 2-1 nog tegen. En dan zie je dat het allemaal weer achteruit gaat lopen. Dan valt de 3-1 en dan weten we eigenlijk wel dat de wedstrijd in het slot zit. Je mag ook iets harder. Oh, sorry. Geeft niks. Er viel ook nog een rode kaart. Denk je dan dat het dan ook nog beter kan? De rode kaart van ons of de rode kaart van hun? Nou, eigenlijk die rode kaart van hun. Dat je dan 11 tegen 10 speelt. Even. We proberen dan iets meer vooruit te voetballen. Zij drukte iets meer. Waardoor wij toch weer achteruit gingen lopen. Die dingen moeten er wel uit. En dat is dit seizoen vaker voorgekomen. Dan moeten we aan werken en dat weten we. Maar goed, uiteindelijk maken we het dan de 3-1. En dan, Als Blauw-Wit zich nu goed handhaaft, ga je dan volgend jaar ook gewoon door? Ik heb al besloten om nog een jaar door te gaan. Ja, nog een jaar. En dat is wel, ik denk wel dat dat het laatste is. Dan is het wel voorbij. Mooi, want je hebt in mensen toch wel de spul waar alles om draait. En als jij kan blijven aansturen, dan komt het wel goed, zou je zeggen. Ja, wellicht. Ik moet wel zeggen dat het me allemaal nog meevalt nu. Kan je het fysiek aan? Nog wel. Maar vandaag, in zo'n fysieke wedstrijd, dan heb ik er wel aan het einde van de wedstrijd wat meer last van. Waar heb je dan last van? Ja, eigenlijk overal. Overal? Ja, dat wel, maar goed, ik weet dat. En ik heb ervoor gekozen om toch nog een jaar door te gaan. Dus we zien het volgend jaar wel en ik denk dat dat wel het laatste jaar gaat worden. Oké, prima. Ja. Danny Roos, dankjewel. 3-1. 3-1. Is in de tas. Dankjewel.